Goedemorgen iedereen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Het is maandag vandaag, zo gezegd. Oei. Mijn bel gaat. Oké, er zijn twee oude mensen die ik niet ken die voor mijn deur staan. Dus ik ga niet open doen. Ik weet niet wie dat zijn, dus ik ga dat niet open doen. Maar dus, wat ik wou zeggen, het is Blue Monday vandaag, zo gezegd. Het is heel grijs en mistig buiten. Maar no Blue Monday for me. Oh, al voel ik mij nog altijd ziek. Mijn neus zit nog altijd toe. Mijn sinussen zijn nog altijd verstopt. Maar we gaan dan niet onze dag laten verpesten. Céline komt mij zo ophalen. Dan gaan we wandelen met de hondjes. Want Charlotte gaat ook mee. Oei, ik denk dat dit Céline is. Ik ga nu Ellie klaarmaken. Oké. Céline komt mij ophalen. Dan gaan we samen met Charlotte, met Ellie en Gigi wandelen. Gigi is de hond van Charlotte. En aan de Paalsplas. En ik denk dat we daarna ook nog snel gaan lunchen. Een soepje of zo gaan eten. Dus fun. Daarna kantoor. En daarna computerwerk. Let's kick this Blue Monday's ass. We zijn terug van onze wandeling. Céline is even Ellie binnenzetten en Charlotte is ook Gigi naar huis doen. Want we gaan nog een soepje eten bij Paal 26. En daarna gaan Céline en ik ook nog naar kantoor. Ik ben wel echt moe van dat wandelen, maar dat is toch 4 kilometer denk ik dat we hebben gewandeld. Toch 7000 stappen bijna, dus dat is wel wat. En een goede start van de dag wel, hè, van deze maandag. En we gaan soepjes eten. Smakelijk, girls! Ik ben ondertussen terug thuis. Het is 3 uur, denk ik. Céline moest haar nieuwe auto gaan halen. Dus we hebben snel moeten doorwerken op kantoor. En dan nu ben ik thuis. Ik heb een heel exciting pakje aangekregen. Als jullie mij op Instagram volgen, weten jullie al, denk ik, dat ik de planner van Antwerp Avenue heb besteld. En is aangekomen. Het ziet er zo mooi uit. Heel fijn is bij Antwerp Avenue, als je bestelt, krijg je alle stickertjes. Super, super cute om er eens op te plakken. En dan hierin zit de planner. Oh my god, hoe mooi is dit? Gewoon dit op zich is al gewoon echt mooi. Gold digger. En de planner zit erin. Oh. Oh, hoe tof. Wauw. Wauw. Oh, ik ben zo blij. Als jullie mij kennen, maar ja, of dingen over mij weten, weten jullie dat ik heel vaak lijstjes maak. Veel met de hand opschrijf. Ik heb ook wel mijn agenda in mijn gsm staan, sowieso. Maar ik schrijf ook nog echt veel en lijstjes en to-do's en ideeën. Dat is ideaal. Oh, wauw. Dat is echt mooi. Oh, je hebt hier goals. Goals. Dan hier is de planner zelf. Dus heb je echt, zoals je kunt zien, je plannen voor de dag, exercise, self-care, dingen die je niet mocht vergeten. Je gratitude kunt je zelfs opschrijven. Goals, persoonlijk en werkgericht. Dat is echt zo tof. Wauw. En dan hebben we hier nog notes. Dus als je een meeting hebt of zo, moet je dat hier schrijven. En dan hebben we nog brain declutter. Dus als je hoofd vol zit en je moet dingen gewoon even kwijt kunnen random, kunt je dat hier. Zalig. Ik vind hem echt prachtig. Dat is echt zo mooi. Wauw. Ik heb trouwens ook een leuke code voor jullie. Als jullie de planner zelf of hoesjes van Antwerp Avenue of notitieboekjes, want mijn notitieboekjes zijn ook vandaar. Mijn notitieboekje is hier. En hier schrijf ik echt alles in.
En deze is fresh out of fucks, maar ze hebben er heel veel. iPhone hoesjes. Ik heb hier ook denk ik toevallig in zitten. Boss Babe hoesje. Die zijn echt super tof en shockproof. Dus zalig. Maar als jullie daar iets van willen op de site van Antwerp Avenue, is mijn code ThalisaLoop10. En ik heb ook een link onder in de beschrijving waar jullie gemakkelijk gewoon alles kunnen terugvinden. Dus heel veel plezier als jullie ook iets bestellen. Ik kan niet wachten om in mijn planner te beginnen. Ga ik zelfs doen. Eerst even een beetje opruimen en dan ga ik beginnen te plannen. En ondertussen ben Niels en ik ben vergeten om mijn eten, allez, ons eten, wat ik had gemaakt, te filmen. Ik had zo... Hallo, mijn gsm gisteren was uitgevallen. Gsm, camera, mijn batterij was plat en ik had geen oplader bij mijn Niels. Dus sorry daarvoor, but I'm back. Ik heb mijn kamer een beetje veranderd vorige week, of in het weekend denk ik. Omdat ik Niels zijn oude tv van de slaapkamer heb gekregen voor mijn slaapkamer. Niels heeft een nieuwe voor onder en zijn tv van onder op zijn slaapkamer gezet. En wist niet wat hij daarmee moest doen, dus hij vroeg als ik die wou. En ik zei ja. Dus nu kan ik tv kijken in de slaapkamer. Ik zei thans altijd geen tv's in de slaapkamer, want de slaapkamer is alleen om te slapen en andere dingen te doen in het bed. Maar niet om tv te kijken. Maar het is wel gezellig voor in het weekend eigenlijk, om eerlijk te zijn. Het is cozy als we in het weekend, zoals dit weekend dat geweest is, zaterdagavond waren we laat thuis. En dan hebben we nog even een serie in bed gekeken. Ik kan ook alleen maar Netflix en YouTube erop kijken, want ik heb alleen mijn Chromecast aangesloten. Ik ga nog een paar kleine dingen veranderen hier in de kamer en dan ga ik jullie laten zien hoe het is geworden. Dat ik klaar ben. Ik ben niet zeker over bepaalde dingen, zoals dit matje, maar voorlopig ga ik het even zo laten liggen. Dit is als je de kamer binnenkomt. Het ziet er zo uit. Daar is Muffin en Milky. Die mogen niet in de kamer, hè? Maar ja, ik was hier bezig, dus dan glippen die naar binnen. Dus dit is zo overview. Sorry, mijn bed is niet echt heel goed opgemaakt. Maar zo ziet het eruit. Dan heb ik hier een tafeltje met mijn kristallen. Ik daar met mijn gsm in mijn hand. Een foto samen met Niels. Ik weet niet of het scherp stelt. Yep. Van op een trouwfeest. Mijn kristallen liggen daarin. Daar liggen er een paar. Een kaars. Dan heb ik dit hier hangen. Mijn spiegel staat hier en er hangt zo'n nep klimop rond met lampjes. Daar staat mijn beer nog steeds. Dit is ook hetzelfde gebleven. Hier ligt ook een kristallen amethyst ligt hier. Aan deze kant staat Niels ook als hij er is. Mijn plant, het kastje met mijn ondergoed en mijn pyjama's staat daar. De tv staat erop. Dan heb ik zo'n
goud schaaltje in de vorm van een blad. Trouwens, allemaal van de Action. Dat is van de Action, dat klimop. En die lampjes zijn van de Action, dat tafeltje is van de Action. Fotokader IKEA, die mand. Ik denk Flora Lux al even geleden. Deze plant is IKEA, die staan er is ook Flora Lux. Dat goud is Action. Kast is IKEA. Deze twee zijn ook van de Action. Daar zitten kaarsjes in. En hier zitten eigenlijk lampjes, zo stringdraad ook weer in van de Action. Want ik wil niet echt kaarsen op mijn kamer als ik dan vergeet uit te doen. Hier is mijn tv. Kei blij mee. Dan hebben we hier de mand met nog een roze tekentje in. Tekentje en mand zijn IKEA. Sorry. Deze stoel is van de straat. Die heb ik echt opgepakt ergens op straat. Want die stond voor gratis mee te nemen. Kussens zijn, ik denk Maison du Monde en IKEA. Wat daarop staat is alle drie Maison du Monde. Spiegel is Maison du Monde. Rond fluffy matje is van Action. Die lampjes hier, die hangen zo met een haakje. Die zijn ook van de Action, schone batterijen. Dit matje is Jysk. Mijn bed, heb ik al vaak gezegd, is van Meubis. Dit is de Parijs Boxspring in de kleur Sand. En de afmeting is 180 op 200. Jullie blijven dat vragen, dus bij deze nog eens. De dekens op mijn bed zijn IKEA. Sierkussentje is Action. En dat bruin vliesdekentje is ook Action. Dit wit is van IKEA. Ik ga even Muffin buiten laten. Ga maar. Nee. Dan hier aan deze kant heb ik ook niet gezegd. Stoeletje eigenlijk is ook Action. Plant en pot zijn IKEA. De beer is van Your Surprise Me, denk ik ooit. En dan mijn droomvanger is van Bali. Die heb ik van Celine en Nick gekregen toen Celine zwanger was en terugkwam van Bali. Mijn kaders zijn allemaal Decenio. Dan moet ik nog iets vinden voor deze verlengkabel. Ik wil die zo hier dichterbij. Maar dat ga ik nu niet meer doen. En ik wil ook nog nieuwe gordijnen. Ik wil echt graag beige of witte gordijnen. Wat mooier bij mijn kamer past. Maar dat is voor later, niet voor nu. Dan heb ik hier een fluffy matje. Trouwens echt goede kwaliteit. In vergelijking met dat. Want dat is echt wel maar een... Ja, een beetje een barakkenmatje. Maar oké, dat kostte 5 euro in de Action. Dit kostte 10 euro in de Action. Maar dit is echt zo'n dik en een heel zacht. Dus dat is wel fijn. Dan heb ik hier mijn nachtkastje. Mijn nachtkastje is ook van de Action, wel al even geleden. Dat is ook nog iets wat ik wil veranderen. Ik vind dat zwart niet zo mooi. Al valt dat nu wel mee, omdat er ook zwarte kaders zijn. Maar toch, ik wil liever iets crèmeig of wit hier. Maar het is gewoon handig, omdat dat schuiven heeft. Erop heb ik een fluorietkristal en een rozenkwartskristal. Dan heb ik mijn zoutlamp. Die is van Amazon. En dit potje is ook van de Action. Dit poefje is ook van de Action. Het kussen. Dit is van Maison du Monde. En de achterste is van de IKEA. Zo, en denk ik dat we alles hebben gehad. En dan is hier... There's me. Nog eens een overview langs deze kant van de kamer. I like it. It's cute. En gezellig. Dit was mijn vlog voor vandaag. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En dan zie ik jullie in de volgende vlog. Mwah.